leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Wij zijn de Vogies. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe standvlog. Ja, zijn we op de zaal? Kan ik? Een andere zeester hier zo. Hè? Ik een zeester ben. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Wij zijn de Vogies. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe standvlog. Ja, we zijn op de zaak. Kan ik? Kijk, dat blauwe stoeltje misschien. Ja, ik weet niet of die handig is. Mag ik die dan? Nou, even kijken of alles lukt. Of we alles meekrijgen. Ja, dat is de vraag. Yay! Hoeveel zijn het er? Twee. Oké, één voor mij en één voor papa. Ja, want die kleine die hebben we niet meer, geloof ik. Zo te zien niet, hè? Nou ja, dit is ook prima. Wat hebben jullie een zaak mooi ingericht? Nou, vind je het? Het is echt een rotzooi hier. Dus, ja, dat is meer de... Oh, ik zal even draaien. De oude fietsstoeltje. En een fietsstoeltje. Ja, en nog een fietsstoeltje. Laat die maar staan, die is een beetje zwaar. Hier pas ik gewoon nog op. Ja, dus we zijn lekker onderweg naar het strand. Nou, ik laat straks even aan jullie zien mijn project met Jasmeda witte t-shirt. Of we die nog wit krijgen, hè? Ja. Dat is de vraag van gisteren van de Zwarte Cross. Maar we nemen jullie gewoon weer gezellig met ons mee vandaag naar een dagje wat strand. Wat vind je van mijn nieuwslip, hè? Oh ja, wacht even. Een beetje hetzelfde als mami, hè? Je had het wel gezien. Oh, nou, kom op. Ja, kijk, daar zit papa. Ja. Max zit er maar even. Day after. Dit is een recept van mijn moeder. Kijk, lekker zijn soepje koken. Nee hoor, dit is kijken of we Jasmeda witte shirt weer tot leven kunnen krijgen. Dus mijn moeder zegt, laat hem maar gewoon in warm water. Een beetje tot aan de kook brengen, niet laat koken. Met een beetje waspoeder. Nou, dat hebben we. En een beetje van het witte spul. Dat hebben we ook. En nou hopen dat het wit wordt. Deze keer hebben we alles bij ons, zelfs Max. Ja, ook toevallig alles blauw, ja. Want Jasmee wordt groot, dus die wil nou natuurlijk bij de zee zitten, hè? Ja. Dus dan hebben we niet meer dat we van oma Braaien zijn spulletjes gebruik kunnen maken. Ja, kunnen we wel, maar dan moeten we ze helemaal meeslepen naar de zee. Dus is dit makkelijker. Ja. Toch? Dus we hebben zelf speelgoed mee. Ja, zelf speelgoed, zelf zitjes, alles. Ja. En dan kunnen we wel wat drinken of wat eten bij oma Braaien, maar ja, voor de rest hebben we alles zelf bij ons, hè? Zelf bij ons. Ja, en voor Maxie hebben we alles bij ons. Het idee was dat we natuurlijk naar het water gingen. Maar we hebben nu hier het kamp opgezet. Want Mees en Finn zijn er ook gezellig. Zie je het? Dus nou, helemaal gezellig. Max loopt ook ergens rond. Zo, dat is weer snel geregeld. Weer een ijsje allemaal. Ho, 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 oh, Max is even kuil aan het graven hier. Ja, dat doe je op het strand, hè? Goed, beter, Max. Kijk voor je water, Max. Iets groter. Kunnen die kinderen er ook in? Oh, en nu valt het water er ook in. Vindt hij ook heel interessant. Maar de kinderen hebben alweer een ijsje. Het lekkere is wel natuurlijk, als je mede neefjes hebt, dat wij ook heerlijk kunnen zitten. Een boy is even druk met de tent, want die waaide weg. En met ons andere kind, Max, moeten we af en toe in de gaten houden, maar zo is het ook wel eens lekker. Hey, en gisteren trouwens, dat festival was echt super leuk. De Zwarte Cross was voor jullie eigenlijk eergisteren natuurlijk, als jullie deze vlog zien. Maar dat was echt een super aanrader. Wat een gezellige mensen liepen daar allemaal en wat was gewoon een super gezellige sfeer. Normaal op festivals heb je altijd wel een beetje... Ja, soms wel een beetje opgefokte sfeer. Nou, dat was hier echt totaal niet. De mensen waren allemaal gezellig. En het leek wel één grote vriendengroep met z'n allen. Dus zeker echt een aanrader om een keer naartoe te gaan. En ook natuurlijk met kinderen. En kinderen onder de 1,20 zijn gratis. Dus dat is misschien ook nog een leuke tip om mee te geven. En vanaf 1,40 heb je dan een kinderkaart, zeg maar. En dus die kun je dan ook eventueel aanschaffen. Het is wel altijd heel snel uitverkocht. Dus wees er snel bij. Maar ja... Nogmaals, en ga het zelf ervaren. Het is super leuk. Wil je niet eten? Hop. Lekker? Die ook? Hey Finn, maar niet meer op de grond gooien, hè? Het is eten.
Kleine boef. Niet op de grond gooien, hè? Niet gooien. Dus kijk, nou vindt hij het lekker. Max vindt het ook lekker hoor, dus die raapt de restjes wel op. Even bij de zee kijken, even onze voetjes nat maken. Oh. Dat is een beetje moeilijk om hier naartoe. Ja, dan denkt hij, oeh, mama is wel heel ver weg. Maar ja, wij zijn erbij, hè? Ja. Oh, dit is meestal echt de aller superliefste nicht. Ja hoor. Neemt hem helemaal mee op sleeptouw. Zegt ze, ah, oh, zijn voetjes zijn zo warm. Ik heb even zijn pak uitgetrokken, want ik weet niet of mijn schoonzus droge kleding bij zich heeft. Ik denk het wel hoor, maar... Hij had niet zo zin in het water. Ah, daar gaat ze weer. Sterk hoor, dus mee. Wil je lopen? Nee. Moet Tante Joyce dragen of gaat het wel dus mee? Gaat wel. Gaat wel, oké. Komt Tante andere? Kijk, als je dacht dat je zat. Dus mee kwam net, we zijn natuurlijk met Finn geweest. En toen hadden we Finn teruggebracht naar zijn vader en moeder. En toen zei Jasmee, oh, maar Mees wil ook. Dus nou, daar gaan we weer. En gelukkig is hier de zee niet zo ver. In de Hoek van Holland natuurlijk moet je natuurlijk echt een heel stuk lopen voordat je bij de zee bent. Dus hier is het wel even lekker. Even het windje. Dat is wel goed te doen. Hier Jasmee even met Max in achtervolging. Waar is die? Oh, hij is alweer weg. Gaan we hem dichtmaken? Dan hebben we genoeg water erin. Dan wordt hij lekker warm. Goed zo, Mees. Bijna dicht, kom. Ja, met je handen ook. Kom op, helpen. Ja, bijna. Allemaal op hetzelfde stukje, schatje. Kom dicht. Zo. Ja, Max is... die denkt ook dat hij een bulldozer is. Kijk, zie je daar zo? Waar zie je ze? Hard blaffen ook. Tijd van zijn leven heeft Max op het strand. Bartje Jasmee gaat er gauw achteraan. En dan peert hij hem snel. Zie je maar. Hoe is de zee, Mees? Is het lekker? Dat is best wel fris. Het was weer van korte duur, maar hier ga ik eigenlijk bijna nooit het water in. Ja, heel eventjes tot mijn middel of zo. Maar ik vind het altijd best wel eng. Sowieso met die kwallen. Maar ook met... Oh, Jasmee zit hier in het kinderbadje. Ja, dat is lekker warm, hè? Ja. Het is niet zo diep, dus vandaar dat het sneller opwarmt. Heerlijk. Ja, hier is het heerlijk. Nou, goed zo. Gaan we Mees achterna? Mees is al met papa terug. Met Boy. Maar ook gewoon met al die draaiers in de zee. Er is een woord voor zuilen, geloof ik. Maar ja, ik vind dat allemaal niks. Dus ik vraag ook altijd aan Jasmee, niet te diep. Hè? Het is altijd goed spannend, de zee hier in Nederland. Ja. De zee trekt natuurlijk heel hard, hè? Ja. En in het buitenland is het toch altijd net even wat rustiger, wat anders. Dus samen gaan we er vaak in, hè? Ja. Samen kunnen we alles aan. Ja. Max was weer pleiten. Had je nieuwe familie, Max? Ja. Ik ga toch maar weer even hier in. Is onze andere spetter weer? Wat heb je voor lekkers? Versie jus? Ja. Oh, lekker. En je pleister is eraf, hè? Yeah. Gisteren... Ik heb hem eraf getrokken. Ja, want gisteren tijdens het festival was je iedere keer aan het pulken, had ik gezegd tegen je. En toen kwamen we thuis en toen trok ze hem er zo af. Dus ik deed zo. Tjak. Dus een klein stukje hier. Ja. En toen tjaka. Nou, dat is beter, hè. Kan het een beetje drogen, dat wondje. En een lolly. Lekker hoor. En ik bedacht me net, zuilen klonk een beetje raar. Maar ja, klinkt wel eens, hè. Het zijn muien. Dus het is een mui. En die mui die draait je natuurlijk mee naar beneden en dan kom je er wel weer uit. Maar het is natuurlijk niet echt een prettige ervaring om dat mee te maken. Ik had het daar laatst met een vriendin over. Wij wonen natuurlijk eigenlijk super dicht bij het strand. En wij hebben dat natuurlijk wel van onze ouders meegekregen. Dat je daar vooruit moet kijken. En dat je altijd voorzichtig moet zijn bij de pier en dat soort dingen. Niet te ver de zee in, want de zee die trekt je mee. Maar dat je daar eigenlijk weinig uitleg krijgt op school. Vind ik wel een dingetje eigenlijk. Zeker omdat wij allemaal zo dicht bij het strand wonen. Dus misschien een tip voor school om dat toch eens te gaan bespreken. Of het is meevalt hier neer. Ik moest natuurlijk ook even denken. Hoe heet het ook alweer? En natuurlijk wel weet je wat het doet en dat weet je allemaal. Maar even de naam was ik even vergeten.
En ja, voor die kinderen is het natuurlijk super goed en super fijn om te weten wat er gebeurt en wat je moet doen als je erin terechtkomt. Ja. Heerlijke salade. En jij hebt lekker een broodje frikandel. Kijk, dat is dan wel weer fijn, hè, dat we dichtbij zitten. Eerst je armen en dan je kont heen en weer. Ja, goed zo. Nou, even afspoelen dan maar in de zee. Get waar is al een monster. Ik wil tegelijk. Nou, ga maar. 1, 2. Ik ook liggen. Ja? Ja. Ik neem Max even mee de zee in. Ik hou hem hoog boven de golven, hè Max? Nou, niet in het water, oké? Okay? Maar ik help, ik wil terug. Nee, ja. Lekker? Ja? Niet spetteren tegen Max? Nee. Ah. Mag ik hem even? Nee, laat Max maar even bij mij. Dan weet je dat hij veilig is, ja? Lekker veilig bij mij, Max. Dan denkt hij van, oké, dan gaat het niet wel goed. Oh, dan komt ze weer hoor, Max. Nou, daar gaan we. Kom maar. Maar zie je, hier is dan weer ondiep. Dat is weer een stukje diep. Daar is weer ondiep. Ja, goed opletten. Want we zijn nu best wel weer een stukje, zie je? Uit de kant. En gelukkig is daar wel de reddingsbrigade altijd dichtbij, zie je? Maar toch, hou je kinderen in de gaten. En jezelf. Ik zit hier een keer op Max. Max vindt het prima zo. Is hij er in ieder geval bij, hè Max? Als je er maar bij bent.
Kleine waterrat. En het fijne is dat in de zee hoeft ze de oordoppen niet in, zei die meneer, de arts. Dus nou ja, we zullen het zien, hè. Het geeft wel een hoop rust dat ze dat niet hoeft te doen. Nou, en gelukkig zijn er vandaag niet zo heel veel kwallen, dus dat is wel heel erg fijn. Ja, dat vindt Max ook niet fijn. Oh, die heeft het zo lekker, die hangt heerlijk. Lekker even afkoelen in de zee. Oké, daar gaan we. Kijk eens. Ja, dat is goed voor het genezen. Perfect. Je hebt het heel goed gedaan. Lekker hoor, even afgekoeld. En er zijn vandaag geen kwallen. Nee. Loop je dan met je andere kind? Vind je het leuk, Max? Even een lekkere warme douche. Dat vindt kinderbadje, hè? Max, even afkoelen. Oh. Jij bent klaar mee? Gaan we naar de handdoek? Oh nee, dit is zo lekker! Een andere zeester hier zo. Hè? Als ik een zeester ben? Nee, zo de platte vis. Oh ja. Blijft het toch ook altijd wel aantrekken. Even een glijbaantje. Even lekker schommelen de hele tijd. Toch? Dat het ook altijd nog leuk blijft. We gaan even Vito uitlaten. Ja! Even de hond van mijn broer uitlaten. Zo, we zijn thuis en we plonzen even lekker in het zwembad. Even het zout eraf en het zand eraf. En dan gouden douche in en omkleden en jaar wassen. 40 het zand erin. 40 graden. Laten we eens kijken. Lees volgens mij niet goed. Nou, 35 graden. Ja, heel lekker. Nou, gaan we plonzen. Thank you.
ik moet zeggen dat Jasmee het truitje gewoon weer wit is. Ongelooflijk, hé. Hier nog een klein vlekje. Maar het kan misschien ook zijn dat het nat is. Maar ja, hij is gewoon nat. Hij is weer wit. Yay! Max is helemaal toteloos. Ah, dat was gezellig, hè? Dagje strand, Max. Hij is er helemaal klaar mee. Vonden jullie het weer een leuk strandvlog? En wat doen jullie allemaal op het strand? Hè? Want wij hebben allemaal leuke dingetjes gedaan. En ja, ook... Normaal doen wij altijd zwemmen. En dat hebben we ook gedaan. Ja. Maar en dan kwamen nog vrienden langs. Dat is ook gezellig. En nu was het poederbadje weer weg. Ja, maar het babybadje was maar weg. Het was weer terug. Want vroeger hadden we dat niet meer. Ja, het wordt echt een vloed natuurlijk. Nee, ja, soms is hij er wel, soms is hij er niet. Ligt er een beetje aan hoe de zee zit. En als jij ook een poederbadje hebt, soms op het strand, dan is dat altijd leuk en lekker. Want dan is het de zee koud en dan... Kun je daar nog even opwarmen? Ja, ja, vind ik altijd lekker. Helemaal leuk. Dus laat even achter in de reactie wat jullie allemaal doen. Misschien hebben jullie wel hele leuke tips dat wij denken, nou, dat we dat nooit hebben gedaan. Ja, dat zou kunnen. Misschien, ja. Ja. Oh ja, en ik ga op tennisles. Dus als iemand ook op tennisles zit, dan vind ik dat leuk. Ik weet al één iemand die op tennisles zit. Bij jou, ja. Ja. Dus nou, als jullie een leuke vlog vonden, doe dan een... Dikke duim omhoog. En vergeet niet te abonneren. Is gratis, hè? Dus vraag even aan je papa en mama of ze even helpen. En dan zeg je, mag ik abonneren op Jasmee? Is helemaal gratis. Ja. Klinkt alleen een beetje gek. Niet betalen. Nee, klinkt gek, hè? Abonneren denk je aan van, oh, ik moet betalen. Maar dat is het niet. Als ik bij ons ga abonneren, dan hoef ik ook niet te betalen. Nee, zeker niet. Dus tot de volgende keer. Doei.